Maar ik kwam er gewoon gaandeweg steeds meer achter en steeds meer onderzoek te doen. Dat het niet een virus is wat hier speelde. Dat het niet, weet je wel, toevalligheden waren, weet ik het wat. Maar dat er echt meer achter zat. Ik denk dus wel, als je die boosheid dus niet kan omzetten op een gegeven moment in acceptatie, blijf je erin hangen en dan voed je het beest wat je aan het bestrijden bent. Hoe donker de tijden ook zijn, zeg maar, hoe donkerder soms ook, hoe beter. Zonder dat ik het nu in zelfpijniging of zo wil gaan overkomen, weet je. Maar je voelt gewoon, als er een hele donkere periode is, dan zijn daar ook vaak je mooiste lessen uit te leren. Ho eens eventjes, het is niet zij, het zijn wij die dit hele circus in stand houden. En eigenlijk zelfs, nog een stapje verder, die dit circus gecreëerd hebben. Wij moeten eruit stappen. Ja. Want als je gaat zeggen, het is Schwab, dan ben jij het tegenovergestelde van Schwab op dat moment. Ja. En je maakt Schwab alleen maar groter op die manier. En ik geloof ook ergens dat we nu op een T-splitsing staan. We gaan of fucked up, of we gaan naar een hele goede tijd. Ja, denk je dat het echt dit of dat is? Ja, dat is dat. Waarom? Omdat... Only in the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher, while I'm in between the fight of wrong and right. Role-playing in the parade of nature, while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are, in the same world that takes and gives, where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress, but also our greatest powers lie suppressed in feared shadows, just craving to be expressed. Ik zit hier vandaag met Jorn Luca. Ik ken jou vanuit de coronatijd, dat weet jij misschien niet. Nee. Toen we nog in lockdown zaten, toen iedereen een beetje vertroebeld was van waar gaan we nu naartoe, wat is er gaande? Toen kwam ik jou tegen op Instagram en ik merkte, Jorn is boos. En daar wil ik het ook vandaag met jou over hebben. Want volgens mij ben je nu wat minder boos. Ik zou me niet heel boos meer inschalen, nee. Nee, dus ik ben benieuwd van, oké, waar stond je? Mm-hmm. En waar sta je nu? En hoe is dat getransformeerd? Leuk. Maar eerst Jorn, voor de mensen die jou niet kennen. Wie ik ben? Wat ik doe? Ja, hoe zou je jezelf omschrijven? Oké. Hoe zou ik mezelf omschrijven? Dat vind ik echt een hele goede vraag. Want wie, om dan gelijk de diepte in te duiken, maar wie ben je nou eigenlijk zelf als je alles wegstript waar je mee bezighoudt? Want, je beroep, je leeftijd. Want dat is het eerste wat je wil gaan zeggen. Je wil eigenlijk zeggen, oké, wie ben ik nou? Wat is dan relevant voor mij om te vertellen, waardoor mensen een beetje kunnen inschatten wie ik ben? Dus dan wil je eigenlijk gaan vertellen over Dead Spirit of over de podcast, of over wat je doet. Maar eigenlijk is het natuurlijk totaal niet wie je bent. Het is wat je doet. Precies. Dus wie ben jij? Ja, volgens mij is dat een vraag daar waar ik in ieder geval, zeg in ieder geval 2 jaar, me daar bewust van ben, dat ik daar eigenlijk geen heel helder antwoord op kan geven. En dat ik daar nog steeds eigenlijk naar op zoek ben van wie ben ik nou eigenlijk echt? Dus ik ben zoekende. Ja, denk het wel. Ik denk als je zegt dat je dat niet bent, dan word ik, dan dat vind ik verdacht, zeg maar. Ja. Weet je, ik las ook een onderzoek ergens dat dus 95% van alles wat wij doen uit ons onderbewuste voortkomt. 95%, ja. Hè? Dus 5% van alles wat jij doet, doe jij bewust. Ja, en wij maar denken, ik ben heel bewust, ik kies mijn kleren vandaag uit. Of ik ben heel bewust dat ik vandaag naar deze plek toe ga. Ja. Maar dat is eigenlijk allemaal gebaseerd op onze bagage, op onze onderbewustzijn. Precies, ja. En dat, wat is dan, daar is dat bagage van en dit en dat en zo. Dat kun je natuurlijk nog verder uitkleden. Maar in ieder geval 1 ding wat ik me toen echt wel realiseerde is dat we denken allemaal dat we onszelf zo goed kennen. En dat we helemaal uitgevogeld hebben wie we zijn. En dat we beslissingen nemen omdat we dat uit ons bewuste voortkomt gebaseerd op dit of dat of dat. Maar het is echt de grootste onzin. 95% is dat gewoon niet het geval. Dus dat maakt me ook wel weer nederig of zo. Dat ik denk van ja... Weet je wel, ja, wie ben je nou eigenlijk? Ja, nou, dat is een mooie zoektocht, denk ik. Ja. Ik denk dat, vind ik nu in ieder geval in de fase van mijn leven, vind ik dat super interessant. Maar hoe zoek je dan? Ja, door niet te zoeken, denk ik. Dus, ik weet niet, ik heb een tijd ook, kijk, dat gaat wel heel snel richting trauma en zo, maar daar ben ik wel achter gekomen dat... Dat gebeurt hier heel vaak, merk ik. Ja, toch wel? Ja, dan schiet er gelijk in. Maar dat, ja, ik ben er wel achter gekomen dat trauma natuurlijk wel een groot deel is van wat ons onderbewuste voortduwt, zeg maar. Ja. Wat we denken dat bewust is, wat dat eigenlijk helemaal niet het geval is. En ik heb daar denk ik ook wel een tijd lang, ben ik daar ook heel erg naar op zoek geweest. Echt proactief naar op zoek geweest. Naar wat is er dan, weet je wel,
hoe gedraag ik me dan en waar komt het dan vandaan? Alleen inmiddels ben ik wel ook wel zover dat ik ook wel denk van, joh, het leven geeft je ook wel precies op het moment dat je iets aan kan of iets nodig hebt, hetgeen wat je aan kan kijken. Ja. Alleen daarvoor is denk ik een switch voor nodig om een bewuste switch van het onbewuste naar bewust, dat je daar wel mee bezig bent en dat je daar wel naar gaat kijken. Dus dat je de dingen die in je leven tegenkomt wel als lessen gaat zien. Ja, het dient zich aan wanneer je er ook klaar voor bent. Want ik merk dat vooral in de spirituele zin hier, dat we het altijd hebben over trauma's helen en blokkades weghalen. En dat sommige mensen daar zo op gefixeerd zijn, blokkades weghalen continu. Terwijl ik geloof dat sommige blokkades er ook echt zijn om je veilig te houden. Mm. Sommige mensen zijn nog helemaal niet klaar om bepaalde trauma's onder ogen te zien, omdat het ze nog veilig houdt. Yeah. Ik heb ook wel eens mensen gezien die veel te snel ontwaken of eigenlijk dingen ineens inzien en volledig ontregeld raken en niet meer naar hun baan kunnen, niet meer contact kunnen onderhouden met hun sociale kring en daardoor eigenlijk nog dieper in een dal dreigen te gaan. Dus blokkades zijn er ook om je veilig te houden. Maar inderdaad, het dient zich aan op het juiste moment. En dan mag je het gaan inzien. Ja, en het is ook een soort van, we houden onszelf soms ook in zo'n zoektocht of zo, weet je wel. En maar door blijven zoeken naar de volgende trauma en het volgende pijnstuk. Ja. Of de volgende blokkade. Dat kan ook een verslaving zijn. Dat gevoel krijg ik soms wel een beetje, ja. Ja. Dus ik ben ergens nu ook wel weer zo op het punt dat ik ook wel zie dat, je hoeft er niet naar te zoeken. Je moet je denk ik wel alleen bewuster voor openstellen. Wetend dat inderdaad 95% van alles wat we doen, denken en voelen uit het onderbewustzijn komt, probeer ik ook heel vaak bewust te zijn van oké, waarom doe ik wat ik doe? Waarom zeg ik wat ik zeg? Dus eigenlijk continu die why. Ja. Ik moet wel bewust zeggen, te zijn. Ik heb dat ook heel lang zo gedaan zoals jij nu zegt, maar je kan je daar ook gek mee draaien op een gegeven moment. En wat je er ook mee kan doen is dat je op een gegeven moment zelfs een beetje monddood maakt. Of zelfs passief houdt. Want je gaat, heb ik op een gegeven moment in ieder geval wel gevoeld, is je gaat op een gegeven moment oordelen over als iets voortkomt uit een pijnplek bijvoorbeeld. En dat heb ik wel ervaren. Dus je gaat op een gegeven moment afvragen van, nou dat was eigenlijk toen ik zo tijdens corona inderdaad, toen je had het over die boosheid. En op een gegeven moment toen dat wat wegappte, nou ja, eigenlijk denk ik gewoon wegappte omdat ik stukken mezelf aankeek. Maar dat ik toen op een gegeven moment ook wel de andere kant doorsloeg. En dus bij alles wat ik eigenlijk wilde posten, wel af ging vragen van, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. En wat is eigenlijk de reden achter? En als je het dan wegstript, dat je denkt van ja, maar waarom zou ik het dan eigenlijk nog doen? En dan, dus ik ben ook een tijd daardoor echt best wel stil geweest op social media. Nog steeds doe ik echt een fractie van wat ik voorheen deed op social media. Ook omdat ik het druk heb, maar ook nog steeds wel een beetje daarom denk ik. Dus ik vind, als je niet uitkijkt, veroordeel je ook nog wel de dingen die je doet vanuit je pijn. En denk dat, dan zit je in die loophole eigenlijk weer, weet je wel. Dan kom je daar weer niet uit. Ja. Dus ik denk ergens ook wel, weet je, we moeten ook gewoon niet zonder gelijk alles weer plat te slaan of zo. Maar dit voel ik laatste tijd weer, denk ik, heel erg van, fuck die shit, we moeten ook gewoon gaan leven. Gewoon leven, just being. Precies gewoon dat. Zijn. En je hebt pijn en er komt shit voort uit je pijn. En ja, je doet ook andere mensen pijn. En ja, je gaat ook wel eens over andere mensen hun grenzen heen. En of weet je wel, dat zijn we allemaal. Dat is menselijk gewoon. Ja. Alleen het is denk ik ook het moment dat het gebeurt, ja, kunnen reflecteren en dan wel goed kunnen kijken naar wat gebeurt er, wat is mijn stuk, wat is het stuk van een ander. Ja. Als je dat denk ik te veel al vooraf gaat doen, dan maak je jezelf toch al een mond dood op een gegeven moment. En dan kan je toch stil blijven staan, passief word je dan. Ja. Terwijl, ik merk zelf, ik bedoel, nu ben ik er bewust van, maar mijn, ik heb best wel een drive voorwaarts, zeg maar. Dat is ook geboren uit pijn. Ja, maar ik denk dat heel veel mooie dingen, want pijn zie ik niet per se als iets negatiefs. Nee. Schaduwstukjes of trauma's eigenlijk al helemaal niet. Ik zie dat als, nou ja, als we het hebben over licht en duister, dan zie ik het duister juist als een bron van kracht die je kan transformeren naar het licht. Dus dan kan je hele mooie dingen uithalen als je het durft aan te kijken. Ja. Ja, en als je dat dus niet doet, dan kom je dus, dan kan het dus destructief zijn voor jezelf en voor de mensen om je heen. Ja. En dat is denk ik waar het moment dat je moet ingrijpen. En waar je dus ook de les te leren krijgt. Op het moment dat duister dat dus doet. Want dat zijn dan meestal de momenten dat je toch tot verantwoording wordt geroepen op een bepaalde manier. En dan is het echt zaak dat je het gaat aankijken. Laten we teruggaan naar 2,5 jaar geleden. Misschien alweer 3 jaar geleden intussen. Mm-hmm. Coronatijd. Lockdowns. Ja, een beetje een grimmige sfeer in het land. En jouw gevoel daarbij en hoe jij dat uitte? Ja, dan moet je denk ik wel terug naar wat mij in eerste instantie soort van getriggerd heeft in het hele coronaproces. Want ik was ondernemer in de dance scene. En ik had een club, festivals en feestjes en de hele shebang eigenlijk.
Wat eigenlijk gebeurde was, we organiseerden een festival de tweede week van maart 2020 in Eindhoven. En dat was eigenlijk mijn eerste moment dat ik aanging, omdat toen Rutte de persconferentie had gegeven dat de evenementen niet meer door mochten gaan vanaf dat weekend. En wij hadden dus een festival staan voor, ik geloof, tussen de 5.000 en de 10.000 man ergens. En wat er toen gebeurde was dat wij op de doorlopende horecavergunning doorzaten van de locatie. En dat is een technisch verhaal, maar je hebt eigenlijk in Nederland een evenementenvergunning nodig voor een evenement. Tenzij bepaalde hele grote evenementenlocaties, zoals het Klokgebouw in Eindhoven, nog een andere paar locaties in Nederland, de RAI in Amsterdam, nou, dat soort plekken, die hebben een doorlopende horecavergunning. Dus die hoeven geen aparte evenementenvergunning aan te vragen voor de evenementen gehouden op hun locatie. En dat was dus ook zo'n Klokgebouw waar wij zaten. En waardoor wij door mochten gaan met ons festival. Terwijl eigenlijk evenementen verboden waren. Dus we zaten in een soort grijs gebied. Mm. Moet je mij hebben. Dus ik zei al tegen mijn compagnon toen, no matter what, we gaan door. Ja. Want we mogen door. En ik vind het mensen hun eigen verantwoordelijkheid of ze naar een feestje gaan. En of ze bang zijn voor een virus of niet. Dus dat voelde ik toen eigenlijk al wel. En toen zijn we ook doorgaan. Toen heb ik een shitstorm van de media en alles over me heen gekregen, over ons heen gekregen. Omdat wij niet verantwoordelijk waren en dat we moesten stoppen. Ja. Dus toen dacht ik ook al, wat gebeurt hier nou weer? Ja. En toen heeft de burgemeester via een of andere noodwet alsnog ons evenement verboden 2 dagen voordat het zou plaatsvinden. Oh, shit. Maar dat heeft wel mij toen zo op scherp gezet. Om gedacht van, oké, er gebeuren hier rare dingen. En sowieso vind ik als ondernemer zijnde dat een overheid nooit jouw zaak mag sluiten. Maakt niet uit wat er gebeurt. Weet je. Je hebt altijd nog zelfverantwoordelijkheid daarvoor te nemen. En dat is eigenlijk toen begon mijn pissigheid, omdat toen mijn bedrijven stil waren gelegd. Ja. En ik denk, daarom vind ik ook die boosheidsfase waarin die moet je soort van ook wel door als je gaat, als je erachter komt dat je genaaid wordt. Weet je wel? En ik werd nu persoonlijk genaaid door het sluiten van mijn bedrijven. En alles wat ik in 8 jaar tijd had opgebouwd, dat ik dat een rook zag opgaan. Want dat was zo, weet je wel. Ja, opeens 100% van je omzet is weg. Ja. En de vergoeding die je ervoor terugkrijgt is praktisch niks. Ja, precies. En toen ben ik gewoon aangegaan. En toen ben ik dus pissig geworden. En toen ben ik, ja, en ik ben er blij mee. Want daardoor die pissigheid ben ik dus ook mede een belangenorganisatie voor de clubscene. Met Koninklijke Hockey Nederland opgestart. Omdat wij eigenlijk niet vertegenwoordigd werden. Dus het heeft me een grote drive gegeven voorwaarts om er mee aan de slag te gaan. Ja. Maar ik kwam er gewoon gaandeweg steeds meer achter en steeds meer onderzoek te doen. Dat het niet een virus is wat hier speelde. Dat het niet, weet je wel, toevalligheden waren, weet ik het wat. Maar dat er echt meer achter zat. En dat begon ik op een gegeven moment te uiten. En toen kwam ik op een gegeven moment ook er slecht op te staan in de dancing. Want toen zat ik opeens in de weg voor een oplossing. In plaats van dat ik meehielp aan de oplossing. En dat heeft op een gegeven moment ervoor gezorgd dat ik mijn aandeel heb aangeboden bij mijn partners. Omdat zij uiteindelijk, ik heb er een vraag bij neergelegd. Ik weet dat de QR-codes gecontroleerd gaan worden in de toekomst. Dat was al in oktober 2020. Zij zei, nee, gaat niet gebeuren. Ik zeg, ga ervan uit dat het gebeurt. Wat gaan jullie doen? Zij zei, dan gaan we door. Ik zeg, oké, ja, dan kap ik ermee. Dus eigenlijk is het vanuit een principe dat je je aandelen hebt verkocht. Van 100% ik wil gewoon niet meewerken aan toegangsbewijs. Zeker, want ik bedoel, de bedrijven waren niks meer waard op dat moment. Omdat we al dikke verliezen aan het lijden waren. Omdat we gewoon al een half jaar lang niks konden doen. Dus ik ben op het allerslechtste moment ben ik uitgestapt. Ja. En ik wist het ook. Ja. Maar ik voelde gewoon, ik werd gewoon kleiner en kleiner en kleiner. En ik werd meer opgesloten. En ik trok het gewoon niet. Dus ik heb gewoon gezegd, joh, dan hierbij de aandelen. En ik wil dat volgende maand geregeld. Dus maakt me geen reet uit wat ik ervoor krijg. Ja. Ik moet eruit. Ja. Hoe voelde dat? Dat was het beste besluit dat ik had kunnen nemen. Maar ik doe er nu heel makkelijk over. De aanloop naar dat besluit was heel intens. Want dit is mooi, want je eerste vraag die je stelde, wie ben jij? Ja, wie dacht ik te zijn? Een ondernemer uit de dance scene die gewoon elk weekend op de feestje staat. En weet je wat, dat is gewoon, mijn bestaansrecht was dat eigenlijk. Dat heb je opgebouwd. Dus je identiteit is dat geworden. En dat moest ik los gaan laten. En ik denk dat, dat was wel mijn eerste soort van stukje stervingsproces of zo, denk ik. Een stukje ego-dood ook. En maakt niet uit hoe je het noemt, maar ik... Dat heeft wel de aanloop naar die beslissing toe was gewoon heel pittig. Dat was echt gewoon 2 weken lang gewoon wel echt niet van de bank af kunnen komen. Janken, 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 janken. En dat ging eigenlijk gepaard met echt acceptatie ook. Dat de wereld, het ging echt een beetje gelijktijdig. Maar dat de wereld dus anders in elkaar stak dan ik daadwerkelijk dacht. Ja. Dus ja, Klaus Schwab, ja, decreet reset, ja, alles wat erachter zat.
Dus dat kwam ik in één keer gewoon, boef, allemaal bij elkaar. Dat is veel, hè, in één keer. Dat is heel veel. Maar daar gaf ik me dus aan over. En ik denk ook, nadat ik dat had gedaan, kon ik gewoon, oké, dit is het beste besluit. Ik moet eruit. Dit is eigenlijk een perfect voorbeeld van hoe je duister, je boosheid kan gebruiken als een kracht. Want uiteindelijk heb je dus een beslissing genomen om eigenlijk alles wat je in de afgelopen 8 jaar had opgebouwd, om dat dan los te laten. Dat gaat gepaard met inderdaad een stukje van je identiteit loslaten. Dat vinden mensen heel vaak het moeilijkst. Mm-hmm. Maar dat heb je wel gedaan. En uiteindelijk dan groei je ook weer in nieuwe versies van jezelf. Mm, ja. Want waar ging je toen naartoe? Wat ging je toen doen? Nou, ik denk dat daar ook al een beetje een stukje boosheid is weggevallen. Want de boosheid, de boosheid is een enorme drijfveer en supermooi ook. Maar het kan je dus ook vasthouden en ook in dezelfde situatie houden. En dan vreet het je op van binnen. Dat zie ik namelijk nu nog steeds veel gebeuren. Dat mensen nog steeds heel boos zijn over alles wat er gebeurt op het wereldtoneel en zo. En zich dat niet kunnen loslaten. Omdat ze toch verbonden zijn met de identiteit van dat wereldtoneel waar ze zich op begeven. Zeg maar. Daar geen echt afscheid van kunnen nemen. En dan begint het toxisch te worden in jezelf ook. Ja. En dat was het bij mij al 1 of 2, misschien wel langer, was het echt al toxisch. Het sloeg echt al op mezelf. Ik werd niet vrolijker. Ik zat iedereen af te kafferen. Ik werd gewoon, ik was chagrijnig. Ik was depressief denk ik ook erdoor. Dus ja, die collapse, dat was die collapse van 2 weken lang op de bank liggen en janken. Dat was er voor nodig. Maar ja, heel dankbaar voor dat gebeurd is. Want ik denk dus wel, als je die boosheid dus niet kan omzetten op een gegeven moment in acceptatie, blijf je erin hangen en dan voed je het beest wat je aan het bestrijden bent. Ja, maar je moet er ook wel doorheen. Want het is iets zo van, ik ben boos en je gaat beslissen. Nee. Er komt natuurlijk heel veel bij kijken. En je moet er wel echt doorheen, je moet het doorvoelen. En dan zit je inderdaad op de bank. Het is echt rouwen. Het is rouw. Want je had het over ego-dood, maar het is ook letterlijk een dood. Een stukje van je identiteit is letterlijk een dood. Ja. En je komt ook letterlijk in een rouwproces. En dat heeft gewoon verschillende fases. Ja. Dus dat gaat ook niet over 1 nacht ijs. Zeker niet, nee. Ja, maar, en dat is dus een hele moeilijke proces, zeg maar. Maar ergens ook, ja, ik heb dit vaker gehad in mijn leven. Dus je moet gewoon, op een gegeven moment loop je zo hard tegen de muur dat je niet anders meer kan of zo, weet je wel. Dus ja, je kan jezelf wel verplichten om het te gaan doen, maar dat zo werkt het ook niet. De knal moet gewoon hard genoeg zijn eigenlijk, dat je gevloerd wordt en niet anders meer kan dan in die overgave te gaan. Ja, en dan eens openstaan voor nieuwe delen. Ja, en ik was toch gelukkig tegelijkertijd toen al wel begonnen bij Café Weltschmerz om wat gesprekjes te doen en zo. Dus ik voelde al wel een beetje van, oké, er is meer en ik wil ook meer doen. Dus ik ben nooit echt een stilzitter, zeg maar. Dus daar begon ik al mee. En dat liep ongeveer wel gelijktijdig. Maar toen ik inderdaad echt uiteindelijk die stekker trok uit mijn aandeel, in ieder geval van die bedrijven, toen ging het echt helemaal openstaan. En toen kreeg ik ruimte voor de Truman Show. Ja. Ook omdat ik leerde bij Café Weltschmerz van, ik zou het wel echt anders doen, zeg maar. Ja. En dat voelde ik steeds vaker en steeds intenser. En toen dacht ik, dan ga ik het toch ook gewoon zelf anders doen. Mooi. En toen ben ik begonnen met de Truman Show. Nice. Ja. Ja, en ook hele toffe gasten. Je had wat David Icke had je geïnterviewd. 2 keer. Ja, 2 keer toen. Dat zag ik zo vet. Gewoon iemand hier uit Nederland die meneer Icke tegenover zich heeft en daarmee in gesprek gaat. Vind ik heel mooi. Dat was ook echt een staaltje, zeg maar. Als je het dan over manifesteren hebt, en ik word een beetje misselijk van die manifesteertermen tegenwoordig die je overal voorbij ziet komen, omdat het ook voelt een beetje uitgemolken of zo. Maar als je dan over manifesteren hebt, dan voelt dat wel echt als een kloppend voorbeeld, weet je. Want ik heb dat verhaal gezien, ergens, ik weet niet waar. Mm. Ik heb hem gezien, maar het is wel mooi als je hem hier ook even kan delen. Ja, want, dus even hoe ik het zie. Je zat ergens in, 8 jaar in de dance scene, er gebeuren bepaalde dingen, je voelt een bepaalde boosheid. Het gaat tegen je principes in, want je ontdekte allerlei andere dingen. Dus je zag van, oké, corona is niet alleen corona, er is meer gaande dan dat. Ja. Daar wil ik niet bij aansluiten. Dus je stapte eruit, je springt eigenlijk in het diepe, je weet nog helemaal niet wat je precies gaat doen. Maar op een gegeven moment laat je je leiden. Ja. Je hebt de Truman Show. En hoe kwam je bij David Icke? Hoe ben ik echt bij Icke terechtgekomen? Dat vind ik echt een goede vraag. Kijk, de Truman Show is een soort van reflectie geworden van mijn persoonlijke reis de afgelopen 2,5 jaar. Dus ik sprak met gasten. Eigenlijk was het altijd de thema's waar ik me op dat moment in verdiep. Dus dat begon heel politiek, geopolitiek, corona gericht. Dus op een gegeven moment wist ik gewoon meer van een PCR-test dan mijn stiefvader die huisarts is, weet je wel. Dus ik duik daar dan in en ik ga dan helemaal in die materie op. En dan wil ik meer, want dan voelde ik, maar wacht even, dit is niet het einde. En dit is niet het einde, dus je gaat steeds dieper en dieper. En op een gegeven moment kwam ik bij Marcel Messing uit. En Marcel en David zijn goede vrienden, zo ben ik erbij gekomen.
En Marcel had ik in de podcast. En dat was, ja, die podcast was mij gelijk 500.000 keer bekeken. Terwijl toen had ik echt nog... ik weet niet hoeveel abonnees ik toen had, maar in ieder geval een stuk minder dan het er nu waren. Dus dat was... sick ontplofte dat gewoon. En dat was voor mij eigenlijk de deur... werd daar de deur opengezet naar spiritualiteit en het ongeziene. En, want in die podcast vertelde Marcel mij over de Anunnaki. Ja. En over hoe wij gecreëerd zijn eigenlijk door hen. En die theorie, dus daar legde hij over uit. Dus dat is voor mij ook mooi in de Troemershow dat... ik was nog helemaal niet klaar voor die theorie, zeg maar. En al helemaal niet om ermee geassocieerd te worden naar buiten toe. Maar hij gooide hem gewoon. Ja. En toen dacht ik, ja, oké, nou ja, nu is het eruit, weet je. Nu maakt dit ook niet meer uit. Dus elk stukje schaamte of angst of zo wat ik had om veroordeeld te worden over de diepte van de onderwerpen die besproken werden. Die werden ook telkens voor me weggenomen, omdat die gast begon er gewoon over te praten. Dacht, ja, oké, nou, als dit gezegd wordt, dan maakt het echt niet meer uit, weet je. Want nu kunnen we het ook over reptilians gaan hebben. En toen zat ik eigenlijk met Marcel te praten en ik wist dat ze goed bevriend waren. En toen zei ik, joh, volgens mij vroeg ik aan hem of hij een keer een balletje kon opgooien bij David of een keer een gesprek kon opnemen. En toen zei ik al, want het was natuurlijk corona, we mochten eigenlijk helemaal niet vliegen zonder QR-codes en weet ik het wat. Dus zei ik al, ik ga regelen dat we naar de Isle of Wight gaan, want daar woont hij. Dus hij hoeft niks te doen, hij hoeft alleen maar, weet je wel, aanwezig te zijn en that's it, ik ga het regelen. Zei hij, oké, uiteindelijk had ik een positief antwoord. David vond het goed. En toen dacht ik, kut, dan moeten we natuurlijk wel nog heen. Ja. Maar niks in mij had een twijfel dat dat niet zou lukken. En ik denk dat over het manifestatie gebeuren, als je dat voelt, echt kan voelen in je lijf, weet je wel, dan maakt het niet uit hoe achterlijk of hoe groot de droom of het idee ook is, dan gaat het gewoon gebeuren. Ja. Dus ik gooide op Twitter, yo, wij moeten naar Ike. Alleen ja, we kunnen niet vliegen, dus heeft er iemand een vliegtuigje die ons even wil brengen? En, Even een lift geven. En eigenlijk kreeg ik daar gewoon best wel snel reactie op. Van ja, is goed, wil ik wel doen. En nou dacht ik, nice. En die gast die skipte het was gewoon iemand met een privéjet of zo? Nou, met een vliegtuigje. Oké. Ja, en die gast die skipte. Maar het was ook een heel klein vliegtuigje, dus dat had ook eigenlijk niet allemaal gepast. Toen dacht ik, kut. Nou, ik dacht, nou, nog steeds maakte ik me eigenlijk geen zorgen dat het niet zou lukken. Dus ik had nog een keer op Twitter gegooid. En toen kreeg ik echt bericht van iemand met een iets groter vliegtuig. Maar nog steeds een heel klein vliegtuigje, hoor. Ja. En die zei, wanneer wil je gaan? Ja, dan en dan. Oké, ja, gaat wel lukken. Ik heb nog een vriend van mij, die is piloot bij Transavia. Dus die, je moet best wel een eindje vliegen ook over de oceaan heen en zo. Dus dan weten we zeker dat we veilig zijn en we kunnen gaan. En het was gewoon echt de bedoeling dat we daarheen gingen ook, hoor. Want ik weet nog dat we stonden op punt om te gaan. En toen was het super slecht weer. Dus toen was het eigenlijk onzeker of we konden gaan. En ik had Marcel nog aan de lijn en Marcel zei, er gaan duistere entiteiten proberen dit tegen te houden. En, je moet gaan, het komt goed. Heb vertrouwen, het komt goed. Mm. En dus ik met de piloot overleg, ik zeg, ja, kunnen we niet gewoon gaan? Hij zegt, ja, oké, nou kom maar gewoon naar Lelystad gereden in de ochtend en dan gaan we dan beslissen of we gaan of niet. Dus wij naar Lelystad, zei, twijfelen, oké, nou toch gaan. In Nederland uitgevlogen, ging allemaal prima. Kwamen bij de Isle of Wight aan, de sickste storm die ik ooit heb meegemaakt. Oh. En ze durfden eigenlijk niet te gaan landen. En toen gingen we uiteindelijk toch geprobeerd. Eerst geprobeerd, nee, niet gelukt. Weer terug opgestegen en dan nog een keer geprobeerd. Dat vliegtuig ging helemaal schuin. Iedereen helemaal in paniek in het vliegtuig ook. En toen we uit waren wel geland. En toen zag ik David eigenlijk met zijn parapluutje aan het einde van de runway staan, weet je wel. Op ons op te wachten. Dacht ik, dit is wel surreal gewoon, weet je wel. Dat we nu gewoon dit meemaken. Ja. Ja, en toen een podcast opgenomen. Nice. Vet, hè? Ja, dit is dus wat er gebeurt als je durft over te geven. Ja, en maar dus ook over te geven. Als je durft over te geven, zeker. Maar dan komt er weer een ander ding, want mensen vinden tegenwoordig dat alles in flow moet gaan en zo. Als ik terugkijk op alles wat ik heb gedaan, denk ik nog steeds dat veel dingen in flow zijn gebeurd. Maar je komt zoveel obstakels en drempels tegen. Ja. En als je denkt dat je die niet tegenkomt, als je iets groots aan het creëren of aan het manifesteren, hoe je het ook wil noemen... Als je denkt dat het allemaal vanzelf gaat, nee. No way. Nee. Je hebt gewoon zieke obstakels en drempels die je tegenkomt. Alleen het is de manier hoe je daarmee omgaat, ja. Denk ik, wat je succesvol maakt. Of niet. Ja, je niet laten tegenhouden. Zeker. Niet bij de pakken neerzitten. Nee. En vooral doen. Ja. Want in flow betekent niet dat je achterover kan zitten met je handen in de lucht. En nee. Denken, nou, het komt allemaal wel. Nee. Je moet er wel echt wat voor doen. Ja, en ombewegen ook soms wel eens, weet je wel. Want soms loop je gewoon tegen een pad aan en dan kan je wel heel star vast gaan houden aan dat pad. Maar soms is dat het pad dan net niet, weet je wel. Want dat voel ik nu ook wel, ook met Ike toen. Als we met dat eerste vliegtuig, als dat wel was gegaan, hadden we toch een probleem gekregen met apparatuur. Hadden we waarschijnlijk in het weer niet kunnen gaan, want hij had één propeller. Ja. En dat andere vliegtuig had twee propellers, denk ik dat het is. Weet je wel, dus doorzettingszorg, eigenlijk gewoon verder kijken. Ja. Ja.
En dan komt blijkbaar hetgeen wat er wel nodig is. Ja, doorgaan. Dus als het niet linksom kan, dan rechtsom. Desnoods erboven, eronder. Ja, denk het wel. Maar in elk geval je bestemmingen in het zicht houden. Ja. En in coronatijd, wat me ook opviel, ik volgde jou en ik volgde Isa. Isa was ook heel boos. Maar zij kwam dan heel erg met juridische dingen van, en dit kan niet, en dit past niet. Ik voelde me heel erg vertegenwoordigd door alles wat zij postte. En ik had ook heel vaak het gevoel van, die twee zouden eigenlijk heel goed bij elkaar passen. En uiteindelijk is dat ook gebeurd. Intussen zijn jullie ook weer uit elkaar, Ja. Las ik op Instagram. Klopt. Wil je het daarover hebben? In diepte, nee. Maar niet meer dan wat ik gisteren erover heb gepost. Dat het tijd is om los te laten. Ja, eigenlijk wel. We hebben heel veel van elkaar geleerd. Ja. En we hebben gewoon, een hele sikke tijd samen doorgebracht. En heel veel mooie dingen mogen creëren. Heel veel samengewerkt ook. Heel veel samengewerkt. Ja, eigenlijk van het begin af aan dat we elkaar ontmoeten al. Ja. Dat ze hebben elkaar ontmoet ook, hè. Ik heb haar geïnterviewd voor Café Weltschmerz. Zij was toen net een beetje begonnen. Ze had bij Vrouw voor Vrijheid in Utrecht gesproken. En ik zag het. Toen dacht ik, dit is wel interessant. Ja. Toen hebben we gesproken voor Café Weltschmerz. Toen hebben we eigenlijk altijd een zieke vriendschap ontwikkeld. En altijd wel even samenwerken. Ja. Ja, van het een kwam het ander. Van het een kwam het ander. Hoe kijk jij naar relaties? Spiegels. Ja, spiegels. Daar ben ik wel echt achter gekomen. Ja. Maar ook weer pas als je bereid bent om erin te kijken. Want anders zijn het meer obstakels. Of pleisters op de pijn. En ik denk dat je bij sommigen blijf je bij elkaar. En is dat ook het leren wat je eruit kan halen. Met sommige mensen zie je elkaars wonden. Of je eigen wonden hopelijk. Ja. En is dat wat je met elkaar meemaakt. Ik denk dat je dat alleen maar mag eren. Heb je dan het gevoel dat je elkaar aantrekt op trauma? Of ga ik dan toch over iets praten wat je niet wil? Sorry. Nou, misschien kan het allebei. Ik praat het algemeen, hè. Ik heb het niet over mijn relatie met Isa. Ik denk dat het allebei kan. Ik denk dat je soms trauma-bonded bent en soms iets op verbindingen aantrekt. Ik denk dat je, als je onbewust bent van je eigen patronen en van hoe je er zelf in zit, denk ik dat je wel vaak teruggaat naar de situatie die je van vroeger kent. Ja. Of dat nou komt omdat je dan spiritueel gezien je lessen hebt te leren en je dat dan mag doen op die manier. Dat zou kunnen, maar het zou natuurlijk ook gewoon kunnen dat je gewoon je zenuwstelsel en je hele systeem gewend is om een bepaalde situatie van vroeger te overleven. Ja. En je dus datzelfde opnieuw aan het spelen bent. Ik denk dat we dat allemaal doen. Ja. Alleen of er nou een grote plan achter zit of niet, maakt dan niet zoveel uit. Het feit is denk ik wel dat als je dat aantrekt, wat je zal doen, dat het dé kans is om eigenlijk je onafgemaakte dingen van vroeger af te maken. En dat is wel wat ik zie, want je trekt denk ik wel de situaties aan die je kent. En dat laat je gewoon zien, oh wow, dit heb ik vroeger meegemaakt. Ja. En nu kan ik ervoor kiezen om een andere manier ermee om te gaan dan ik er vroeger mee gedeeld heb. Want vroeger was het destructief, of naar mezelf toe, of naar de ander, of wat dan ook. En nu mag ik het opnieuw doen, en mag ik het afmaken, en kan het gewoon, foep, een stukje vrijheid geven. Ja, en dan is er grote kans dat op het moment dat je dat inderdaad ziet en ervan hebt geleerd, dat je dan minder snel iemand op die manier aantrekt. Dat denk ik ook. Ja, want dan hoef je het niet nog een keer te doen. Nee. En dan zie je, hé, maar wacht eens even, dit werkt niet voor mij. Dit werkt veel meer voor mij. Ook weer mooi om de eerste vraag weer terug te pakken. Wie ben je, weet je wel? Dat weet je eigenlijk nog helemaal niet. Dus dan kom je door die relaties kom je erachter, in ieder geval wie je niet bent. Dat is al een mooie stap om mee te beginnen. Ja. Weet je wel? Erachter komen wie je niet bent. In ieder geval. Oh, dit ben ik niet. Precies. Nou, ik heb dat vaker dan dat ik besef wat ik wel ben. Ik heb vaker dat ik besef wat ik niet ben. Dus eigenlijk gaat er dan steeds een laag vanaf van, nee, dit ben ik niet. Ja. Oh, nee, dit ben ik niet. Precies. Dit ben ik niet. Dat heb ik meer dan dat ik van, oh ja, dit ben ik. Ik kan niet definiëren wat ik ben of wie ik ben. Nee. En wie ben je nou echt als je al die lagen van jezelf hebt afgepeld, hè? Dat vroeg me ook wel eens af. Wat blijft er dan eigenlijk over? Wat denk je dat er over blijft? Ik weet het niet. Het is een vraag die me bezighoudt. Dus dan kom je dan aan bij je blauwdruk, bij je kern. Of is gewoon iedereen in een soort kernachtige manier hetzelfde en worden we echt helemaal opgebouwd door al die ervaringen uit ons leven? Ja, vind ik interessante vragen. Wat houdt je nu bezig, persoonlijk? Niet That's the Spirit, niet The Truman Show, gewoon persoonlijk. Ja, ik snap waar je heen wilt met deze vraag. In ieder geval, ik snap dat je een persoonlijk antwoord wilt ook. Maar ja, kijk, ik bedoel, we nemen dit op. En het is natuurlijk heel recent met mij en Isa uitgegaan. Hè? Dus ik zit, wel recent.
En ik zit, daar zit ik natuurlijk veel mee. Dus ja. ik zit met de lessen die ik eruit haal. Het is een rouwproces. Weer een rouwproces. En ik voel, weet je wel, nou, als we dit gewoon in liefde kunnen blijven doen, dan denk ik dat er voor iedereen heel veel mooie dingen uit gaat komen. Maar dat is, het is eigenlijk ook de overgave daaraan. En tegelijkertijd ook proberen, weet je wel, want dat is wel, ik heb inmiddels wel wat dingen opgebouwd. En met Dead Spirit zijn we een tijdje bezig nu. En dat gaat supergoed en het wordt steeds groter. Dus ik heb ook dat nog in goede banen te leiden. Dus het is voor mij een soort van afweging maken tussen, nou, afweging is niet het goede woord, maar een balans zien te vinden. Ja. In dat hele proces. Dus in het persoonlijke proces, de lessen proberen te pakken. Goed te voelen, niet weg te lopen voor het gevoel. Maar ook tegelijkertijd wel gewoon het ook soms kunnen parkeren. Om wel gewoon ook te blijven focussen op dingen die, waar je verantwoordelijkheid voor hebt dragen. Om te kunnen blijven functioneren. Precies. Ja. Nee, maar dat is ook een beetje, als je het mij vraagt, de essentie van het leven. Hè? Een balans tussen het aantrekken, het vasthouden en loslaten. Aantrekken, vasthouden, loslaten. En niet te veel vasthouden waar je moet loslaten. Niet loslaten waar je eigenlijk nog wat te leren hebt. En daar een balans in zien te vinden. Of het nou aankomt op relaties of bedrijven, ondernemen. Of wat dan ook. Ja, dat denk ik ook. En dat is ingewikkeld kan dat zijn. Ik vind dat wel... dat is ingewikkeld. Maar ja, hoe donker de tijden ook zijn, zeg maar. Hoe donkerder soms ook, hoe beter. Zonder dat ik het nu... in zelfpijniging of zo wil gaan overkomen, weet je. Maar je voelt gewoon als er een hele donkere periode is, dan zijn daar ook vaak je mooiste lessen uit te leren. Yeah. En als je erin zit, geloof me, ik begin er wat meer uit te komen krabbelen nu, dus ik kan er nu ook wel met wat meer kalmte en wat meer smile ook naar kijken. Zo heeft het lang niet gevoeld, of in ieder geval echt de tijd niet gevoeld. Maar als je erin zit, denk je, fuck jou, ik wil dit niet horen. Klopt. Maar het is wel echt zo. En op een gegeven moment ga je iets meer eruit kunnen kruipen. En dan voel je alweer wat afstand. En als je dan wat afstand voelt, kan je er ook wat beter naar kijken. Is het niet meer persoonlijk. Ja. En dan leer je denk ik heel snel je lessen. Ja. En dan kom je er echt op een andere manier uit. Ja, mooi. Dat is vooral als je het duister niet per se als negatief ziet. Nee. Maar als een bron van lessen waar je van kan leren. Ja, en we zeiden het net ook al ergens, maar vanuit... Jij zei het volgens mij heel goed, maar vanuit het duister kan je gewoon hele mooie dingen creëren. Ik heb zoveel jaren lang alles uit onbewuste dingen gedaan. Hè? En die dance scene, ik heb mezelf zitten verdoven. Mezelf coke, alcohol, weet je wel. Elk weekend 3 keer. Het was echt heftig. Verdoven. Ja, dan ga je niet voelen. Dat ga je niet voelen, nee. Maar mijn kracht, zeg maar, mijn drive voorwaarts is altijd zo sterk geweest. En weet je wel, dat... Daar kan ik dus ook, als ik daar niet mee uitkijk, kan ik er ook destructie mee aanrichten, zeg maar. Destructie is misschien een groot woord, maar ik kan toch wel, weet je wel, ja, toch wel. Want ik zou er ook dingen voor kunnen wijken, zeg maar. En dat heb ik jarenlang ook gedaan, weet je. En dat is ook een valkuil voor mij. Maar op het moment dat je daar bewust mee om kan gaan, dan kan je dus die hele grote drive voorwaarts, die kracht, en dat is voor iedereen is dat wat anders, kan je die gaan inzetten, iets wat jou en ook andere mensen dient daadwerkelijk. Ja. Maar dan heb je het wel echt durven aan te kijken, zeg maar. Ja. En dus ook de consequenties van dat duister. Dat is volgens mij wat iedereen het spannendst vindt. Om onder ogen te komen dat dingen die jij hebt gedaan misschien wel eens niet goed voor jou of voor de ander waren geweest. Precies. En daar dus ownership voor nemen, verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. En uiteindelijk in een heel ultiem scenario ooit, jezelf ervoor vergeven ook nog. Ja. Dat no to self ook, zeg maar. Maar ja, dat is uiteindelijk denk ik wel wat de bedoeling is, ja. Ja. Vrij worden. Ja. Want misschien... heb je niet ook... Je hebt natuurlijk veel voor Black Box en zo gedaan ook. Doe nog steeds, denk ik, of niet? Ja. Ja. Alhoewel, ik ga stoppen in december. Ja? Ja. Ik heb onlangs aangegeven dat ik voel dat het tijd is om los te laten. Oh ja. Het was destijds bij mij ontstaan vanuit, nou ja, weer coronaperiode. Ik denk dat corona heel veel mooie dingen heeft meegebracht. Los van de dingen die niet zo mooi waren. Maar dat was voor mij een behoefte van, ik zag gewoon mijn omgeving om me heen echt gebrainwashed worden om eigenlijk een prik te nemen. En ik had zoiets van, wacht even, er is ook een andere kant. En die ken ik niet, maar ik weet zeker dat er een andere kant is. Want je hebt gewoon een lichaam en dat heeft niet per se medicijnen nodig. Dus het was ontstaan vanuit een behoefte, vanuit eigenlijk een soort van activisme. Maar ik merk nu gewoon dat ik denk van, het is wel goed om weer wat anders te gaan doen. Ik voel niet meer... de behoefte om te strijden. Ik ben blij dat het er is. Maar ik voel dat ik weer ruimte mag maken voor andere dingen. Nice. Ja. En
Hoe voelde dat dan? Het is heel dubbel. Er is een verhaal en er zijn meerdere kanten van het verhaal. En mainstream media laat zeg maar één kant zien. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat Black Box die andere kant laat zien. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen toegang moet hebben tot een volledig verhaal. Maar ik merk ook dat het heel vaak over de ander gaat. Dus dat er altijd iemand wordt aangewezen als de schuldige. Dat voelt voor mij ook alsof ik weer te veel word afgeleid van wat ik echt wil doen. En dat is hè, mijn vrijheid zoeken, kijken naar wat ik wel kan, bouwen, steeds lagen van mezelf afpellen en het vonkje doorgeven aan andere mensen. En ik voelde daar niet de ruimte voor bij Black Box in de huidige functie die ik nu heb. Nice, ja, maar dat is hoe cliché het ook klinkt. Als je de ene deur sluit, is er pas echt ruimte voor iets anders. Ja. Dat is ook zo. Ja, nice. Ja, voelt heel herkenbaar. Ja. Tof dat je dat doet. En ja, het is ook, zo kwamen we natuurlijk eigenlijk op, over dat hele strijden. Het weerhoudt je er ook van om inderdaad echt een stapje door te zetten. En dat is wel, ik denk toch waar veel mensen nog wel steeds echt in zitten. Ja. Toch niet die laag. Je wil niet weten hoeveel commentaar ik heb gekregen toen ik met mijn podcast steeds minder ging wijzen. Ja. En eigenlijk steeds meer naar onszelf ging wijzen. Ja. Zweverig gelul en hier gaan we de strijd niet mee winnen en zo, weet je wel. Ja. En ik ben door blijven gaan ermee, omdat ik dacht, ja, het is amahoula, weet je wel. Ik hou het ermee in stand als ik op deze manier door blijf gaan. Ik voed het alleen maar. Precies. Ik voed het beest. Ja. In plaats van dat ik ga zeggen, jongens, wij moeten eruit stappen. Ja. Wij moeten eruit stappen. Ja. Want als je gaat zeggen, het is Schwab, dan ben jij tegenovergestelde van Schwab op dat moment. Ja. En je maakt Schwab alleen maar groter op die manier. Precies. Dus op dat moment, ik heb natuurlijk een achtergrond in mainstream media. En ik was eruit gestapt omdat ik het gevoel had dat ik te veel aan het bijdragen was aan polariteit. Als je naar het nieuws kijkt, is er altijd een vijand die gecreëerd wordt. Mensen worden tegenover elkaar gezet. En bij Black Box had ik op een gegeven moment ook het idee van, ben ik nu niet hetzelfde aan het doen? Mm. Ben ik nu niet veel aan het wijzen naar een ander, waardoor ik weer een polariteit aan het creëren ben? Ja. En ook daar merk ik inderdaad dat wanneer je de neutraliteit wil opzoeken en het heel dicht bij jezelf wil houden, dat er heel veel mensen zijn die denken van, wat doe je? Oh, je bent niet wakker genoeg, krijg je dan. Of je bent niet kritisch genoeg, maar zie je dan niet wat ze allemaal doen? En ik van, ja, ik zie het wel. Maar ik zie ook heel veel andere dingen. Ja. En je kan je zo blind staren op de vijand, ja, dat je eigenlijk wegbeweegt van je eigen kern. Ja. En dat is het gevaar. Dat denk ik ook. Ik denk dat precies zo is. En ik denk ook tegelijkertijd, want dat was ook wel mijn proces hoor. Ik ben ook wel echt, soort van, ik zag het gewoon op een gegeven moment van, wow, weet je wel, hoos eventjes. Het is niet zij, het zijn wij die dit hele circus in stand houden. En eigenlijk zelfs, nog een stapje verder, die dit circus gecreëerd hebben. To begin with, weet je wel. Dus wij hebben de verantwoordelijkheid om dit te veranderen. En dat proces net omschreven was, dat voor mij ook heel erg. Van, ik ga niet meer, ik hoef hier niet meer aan bij te dragen. Ja. Ik wil ons wijzen op onze eigen verantwoordelijkheid. Ik wil daarin duiken. Hoe kan je daar nou bij uitkomen dat je meer je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen en dus echt iets kunt veranderen? Ja. En dat betekent niet, want dat is een disclaimer die je dit tegenwoordig altijd moet bijzetten, dat ik vind dat Black Box geen waardevolle dingen doet. Absoluut niet. Want iedereen gaat door fases heen. Ik ja. ben ook door de Black Box fase heen gegaan, zonder nu te denken dat ik boven Black Box sta. Dat bedoel ik helemaal niet mee te zeggen, maar ik ben ook door de NOS fase gegaan. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je hebt al die fases te doorlopen, denk ik, om steeds meer weg te pellen van wat niet waar is. Ja. Ik heb ook de feedback gekregen, weet je wel, die jij net zegt. Ik ben wakker geworden hierdoor. Of ik heb daardoor mijn vriend kunnen weerhouden om dit of dat te doen. Wat natuurlijk echt super mooie complimenten zijn. En heel waardevol. En daar kan heel dankbaar voor zijn dat ik daaraan heb mogen bijdragen, weet je wel. Maar nu voel ik in de fase waar ik nu verkeer, als ik dan nu wel eens door de supportmail heen ga van That's the Spirit. En ik lees dan, want we vragen altijd als mensen dan zoveel dagen lid zijn of zoveel meeweken, weet ik wat, vragen om feedback. En dan lees ik er wel eens doorheen. En weet je wel, wat je dan voor andersoortige feedback terugkrijgt, dat mensen gewoon zeggen, joh, ik had precies dit stukje nu nodig, want ik voelde me eigenlijk, weet je wel, mensen zijn nu veel meer bij hun gevoel aangekomen. Ja. En dus ook bij een ongelukkig gevoel vaak, hè? Ja. Maar daar zijn ze zich bewust van. En dat ze dan precies iets zien op dat moment wat dan iets raakt in hen, dat vind ik prachtig nu om te doen. Maken, dat zei ik al vanaf dat we begonnen met That Spirit. Ik wil dingen maken, ik wil alleen maar de gevoelslaag.
ik wil dat mensen raakt. En dat het ze raakt vanaf die geraakte plek, vanaf die emotioneel geraakte plek, daar kan je dingen gaan veranderen. Ja. En we hebben laatst een nieuwe documentaire geplaatst, Love Heals heet die, van twee Amerikaanse dames. Die een meid, die heeft al rugoperaties gehad, al helemaal uitbehandeld en weet ik wat allemaal, echt, die kon niet meer. En dus de westerse geneeskunde, die wilde haar nog verder in dat hele systeem. En die kon niet meer, weet je wel. Nou, die is toen zelf op de eigen helingspad gegaan. Heeft verantwoordelijkheid genomen, heeft de eigen helingspad gegaan. Met allemaal dingen onderzoeken. En die is nu helemaal, weet je wel, geheeld daarin. Ja. Fysiek in ieder geval. Ja, prachtig. Supermooi. Maar ook de commentaren die je dan leest van mensen die geïnspireerd raken erdoor. Of dat het ze net raakt omdat een vriend of familielid die daar ook in zit, weet je wel. Ik vind dat zo mooi, die gewoon de tools krijgen om daadwerkelijk iets te gaan veranderen in hun leven. Ja. Dat vind ik, als ik daar aan denk en als ik daar even op intune en even alle ruis en zo weglaat, dan kan ik echt bij een soort mega dankbaarheidsgevoel uitkomen. Ja. Want dat voelt voor mij nu echt kloppend. Ik wil daaraan bijdragen. Ik wil bijdragen aan de toekomst, aan het mensen het leven nu mooi laten maken. Mensen zelf weer het touwtje in handen laten geven over hun eigen leven en over hun eigen moedstoestand en hoe ze zich voelen. En een fatsoenlijke relatie geven, weet je wel, met mooie kids waar ze niet in het systeem hoeven te doen. Die, weet je wel, in ieder geval het leven bij hen zoeken wat bij hen past, laat ik het zo zeggen. Zonder dat zelf hen vorm te moeten geven nu. Ja. En echt, want ik geloof dat daar echt de verandering in zit, weet je wel. En ik geloof ook ergens dat we nu op een T-splitsing staan. We gaan of fucked up, of we gaan naar een hele goede tijd. Ja, denk je? Denk dat je het echt dit of dat, ja, dat is? Dat. Waarom? Omdat het niet anders meer kan. Omdat het de euro gaat crashen. Ja. De huizenmarkt gaat crashen. Ik bedoel, het is allemaal bedoeld dat het gaat crashen. Maar het gaat eraan komen. Er is geen mogelijkheid dat ze het financiële systeem nog 30 jaar op deze manier in stand houden. Dus de CBDC's gaan er komen, punt uit. Weet je wel, de huizenmarkt gaat in elkaar donderen. Die hele agenda 2030 plannen, die komt. Die komt. Ik weet niet of ze echt precies komen. Maar is dat een en al, hè, want je zegt het is of dit of dat. Is het niet dat alle twee die kanten er altijd zullen zijn? Ik denk dat, weet je wat ik een beetje denk? Als ik dan toch al mijn onderzoeken en zo er een beetje wat na mag houden, het voelt wel Atlantis-achtig nu. Atlantis is een beschaving van, ik weet niet hoe lang geleden, maar lang geleden hebben ze dus uit de boeken gehaald. Er komen nu steeds meer mainstream verhalen ook trouwens over, met Graham Hancock die de series over maakt. En ook op Netflix trouwens staat een Graham Hancock-serie die daar wel op zin speelt, zeg maar. Dus dat er ooit een beschaving is geweest die veel verder was dan wij zelf eigenlijk, als samenleving nu nog. Ja. Alleen dat die zich zo ver technologisch hebben laten ontwikkelen. Dat is niet wat Graham Hancock zegt, maar het komt wel een beetje op neer. Hij zegt, er is die beschaving en er is een zondvloed gekomen. En die heeft die hele beschaving weggevaagd. En er zijn een paar groepjes maar over die hebben het overleefd. En die zijn daarna opnieuw weer een beschaving gaan opbouwen. Ja. En hij toont dat wetenschappelijk aan dat zo is. Daar kan je denk ik niet heel erg meer onderuit dat ooit gebeurd is. Maar als je dan wat verder gaat, zegt men, dat was een beschaving die technologisch verder was dan wij. En die hebben hun gevoel nog verder weggeduwd eigenlijk. Hebben nog meer vanuit ratio gehandeld. En hebben eigenlijk daardoor, zijn ze te ver doorgeslagen in hun technologische ontwikkelingen. Ja. En daardoor hebben ze het eigenlijk voor zichzelf verneukt. Heeft de natuur ingegrepen, het universum, God, maakt niet uit hoe je het noemt. Er is een ingreep geweest en toen, woef, beschaving weg. Ja. En weer opnieuw, mochten het opnieuw gaan proberen. En dat opnieuw gaan proberen, zitten we nu in. Alleen we zitten dus nu weer in een fase waarin we heel ver technologisch ontwikkeld zijn. En AI? AI, wat er dus nu aan zit te komen. Zo voelt het voor mij. Gaan we de AI kant op, dan zijn we weer Atlantis. En dan komt er weer een zondvloed, komt er weer iets. Tief de hele wereld weer in elkaar, mogen we het weer opnieuw gaan proberen. En zonder het te dramatisch of te filmachtig te maken. Maar als je dan aan mij vraagt, wat resoneert? Dit resoneert. Ja. En ik zie het ook met de heftigheid waar dit gepaard gaat. AI, CBDC's, One World Government. Weet je wel, het heeft niks meer met mensen te maken, niks meer met natuur te maken. Het heeft alles te maken met artificieel en niet van hier. Dus dat is niet de manier hoe wij op deze wereld kunnen blijven leven, denk ik. Dus als dat gebeurt, poef, tieft het in elkaar. Daar ben ik wel van overtuigd, denk ik. Het voelt kloppend. Terwijl de andere beweging is dus nu je hier bewust van worden, heel erg bewust van worden en denken, no fucking way. Ja. Dat we het op deze manier gaan doen. Wij gaan het anders doen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je gelijk geen gebruik meer moet maken van ChatGPT of zo, weet je wel. Want ook bij ons op kantoor maken ze er wel eens gebruik van, eerlijk is eerlijk. Ja. Maar dat je bewust bent van daar gaan we niet heen bewegen. Wij willen een andere kant op bewegen. En dan wil ik niet zeggen dat over 3 jaar opeens hier paradijs op aarde is, want dat geloof ik ook niet. Want het kan misschien nog 100 of 200 jaar duren, weet ik veel. Maar ik geloof wel dat we nu wel op die T-splitsing staan. Dat het of helemaal fucked up gaat en we moeten opnieuw beginnen. Ja. Of we zijn nu met z'n allen een keer slim genoeg en denken, nee,
Okay. We hebben onze lessen geleerd. We hebben de schaduw echt aangekeken in de wereld en in onszelf. Wij gaan de andere kant uit. En dan wordt het voor eens en voor altijd gaan we echt een leveltje hoger. En dan kom je toch naar dat 5D-verhaal een beetje. Zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en het met elkaar gewoon kunnen uit... Nou, vechten is niet het goede woord. Dat we met elkaar uit kunnen komen en echt iets moois kunnen creëren. Maar daarvoor hebben we wel heel veel te ontstijgen eerst. Ja. Maar het is niet een concreet beeld wat ik voor me zie met... Ja, ik zie natuurlijk wel natuur en mooigheid en weet ik veel wat. Maar ik geloof ook wel gewoon... Een combinatie van en de technologie en het terug naar de natuur, weet je. Okay, dus dat je ziet wel een combinatie? Ja, okay, ik denk niet dat we het kind met het badwater moeten wegpleuren. Oké, okay, dus denk... je bent niet tegen techniek en tegen Zeker niet, want AI. Kijk wat techniek ons brengt. Techniek okay. maakt ons nu juist dat we op deze T-splitsing staan en ook voor de bewuste kant kunnen kiezen. Oké. Okay. Dus, weet je wel, het draagt bij en het in bewustzijn en het wordt nu gewoon verkeerd gebruikt. Ja. Dus ik denk juist dat we techniek moeten... Zeker, ik denk dat het in ons voordeel kan werken. Alleen ja, dus als jij mij vraagt, dan ben ik misschien toch de dromer. Heb ik niet eens een concreet beeld voor me hoe dat ziet. Alleen een gevoel van hoe dat zou zijn om in harmonie met elkaar te leven. En om in harmonie met alles te leven wat we hier hebben, weet je wel. Ja, nu en 5 jaar. Ja. Of nu en 10 jaar. Hoe ziet jouw ideale wereld eruit? Leef je nog hier? Woon je in het buitenland? Heb je kindjes? Kinderen zeker. Heb ik altijd gezegd dat ik dat niet wilde, wist je dat? Echt? Ja. Sinds wanneer is dat dan veranderd? Ik heb altijd gezegd, ik was ook cynisch. Hè? Want ondanks het feit dat ik nooit ben meegegaan in al die klimaatheisen en hysterie. En ik ook niet geloofde in overpopulatie. En daar was ik allemaal niet bij. Maar ik was zelf gewoon duister. Dus weet je, ik was gewoon zelf ongelukkig en zo. Dus ik dacht gewoon, ja, hoe... Dat zei ik altijd. Hoe kan ik nou... fatsoenlijk een kind op deze aarde zetten. Niet per se op deze aarde, maar hoe kan ik nou dit kind tot een succes maken brengen? Ja. Zeg maar, ik kan het zelf niet eens, dus laat staan dat ik het bij het kind kan. Ja. Dus dat die soort van relatief cynische houding heb ik altijd wel gevoeld en gehad. En ook gedacht van ja, op deze wereld met kinderen, I don't know. Maar de afgelopen 2-3 jaar heb ik wel echt beseft van... yo, we moeten juist kinderen gaan maken. En zeker de mensen die hiermee bezig zijn. Want die badass kids die daar uitkomen, en dat zie je al jongen, dat zijn andere kinderen, die gaan... echt de wereld veranderen, weet je wel. Dus ik voel ook wel ergens dat hetgeen wat wij nu aan het doen zijn... helemaal niet voor ons per se is. Hoewel, ik vind wel dat de drijver zou moeten zijn... dat jij een gelukkig leven hebt. Maar dat het uiteindelijk veel meer is voor de generaties die na ons komen. En daar moet namelijk wel wat tegenovergezet worden... tegen, weet je wel, toch wel alle soort van robotkids... uit de 10.000 triple gevaccineerde mensen... om daar een gezond alternatief tegenover te zetten... die wel nog in verbinding is met zichzelf. In ieder geval, ja, zoveel mogelijk. Dus... ik zie het veel meer gebeuren in landen die nog iets minder in het oog van de storm zitten. Ja. Dat betekent niet dat iedereen nu daar naartoe moet. Iedereen heeft zijn eigen rol op elke plek in de wereld te spelen. Maar voor mij, en ik heb vrijheid hoog in het vaandel staan, voel ik wel, niet nu, maar zou ik een droom voor mij is wel later een stukje land met wat diertjes en mijn gezinnetje. En gewoon niet te ingewikkeld allemaal. Ja. Amen. Ja, toch? Bjorn, heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Ik hoop dat je ook een beetje hebt genoten. Zeker. Fijn dat je er was. Jij heel erg bedankt voor het kijken. Laat even weten wat je ervan vond. En graag tot de volgende keer.